Het is vandaag 11 februari, ik ben Joran Buwalde en ik hou een dinner talk over de vergelijking tussen Hitler en Napoleon in de veldtocht naar Rusland. En ik wil graag beginnen met een geluidsfragment. Het geluidsfragment gaat uit dit mobiel ding komen. Dit zijn kanonnen die je hier hoort. Nou, dat was het muziekstuk 1812, gecomponeerd door Tchaïkov. En dat gaat over de veldtocht van Napoleon naar Rusland, die plaatsvond in 1812. En je hoorde al de kanonnen die daar het gevecht uitvoerden. Nou, de veldtocht naar Rusland van Napoleon was de grootste veldtocht tot dan toe in Europese geschiedenis. 700.000 soldaten nam Napoleon mee vanaf Frankrijk. Het zou een grote zege worden. Napoleon had al zijn oorlogen gewonnen en nu zou hij Rusland overwinnen. Maar Napoleon maakte een aantal strategische fouten. Ten eerste onderschatte hij Rusland. Niet alleen de Russen zelf, maar ook het land Rusland. Het was namelijk ontzettend koud in Rusland. Veel soldaten vroren dood. Ten tweede had Napoleon het idee om de voedselbevoorrading te stoppen, zodat het leger sneller kon oprukken. Nou, hierdoor verhongerde zijn hele leger. En de Russen maakten gebruik van de verschroeide aarde-tactiek. Zij trokken gewoon weg voor het leger, gingen het gevecht niet aan en verbrandden alle akkers, waardoor Napoleon geen eten meer kon halen van de akkers. En aangezien de voedselvoorraden waren gestopt, was dat erg nadelig. Toen Napoleon eenmaal in Moskou aankwam, dat lukte, toen was heel Moskou in brand gestoken. En Napoleon wist op dat moment dat hij had verloren. Er zat niets anders op dan gewoon terug te trekken, waarbij nog veel meer soldaten stierven. En het grote Grand Armée van Napoleon van 700.000 soldaten was vrijwel helemaal uitgeroeid. Deze veldtocht naar Rusland betekende voor Napoleon het begin van het einde van zijn macht. En mede door het daar vernietigen van zijn grote legermacht heeft hij uiteindelijk in Waterloo verloren. Nou, veel later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941, deed iemand anders dit feintjes over. Dat was Hitler, Adolf Hitler. Adolf Hitler had het altijd over het Derde Rijk dat hij wilde stichten. Het Eerste Rijk waren de Romeinen, het Tweede Rijk was Napoleon, het Derde Rijk zou hij zijn. En hij deed Napoleon goed na als Derde Rijk. Hij ging ook Rusland aanvallen. En Hitler had weer de grootste legermacht in de geschiedenis, namelijk 3,7 miljoen soldaten. En was van plan daar Rusland aan te vallen. Maar Hitler maakte dezelfde fouten. Hij onderschatte Rusland en Ruslands leger. De bevoorrading lukte niet goed bij Hitler. Hitler deed wel een bevoorrading, maar de wegen waren zo slecht dat de bevoorrading niet op tijd aankwam. En het hele slecht uitgeruste leger van Hitler voor de kou vroor dood. Op die manier verloor ook Hitler een groot deel van zijn leger. En bovendien opende hij het Oostfront voor de Tweede Wereldoorlog. Waardoor hij opeens op twee fronten moest vechten. Ja, dat heeft hij natuurlijk verloren. Twee grote militaire strategen die op hetzelfde punt verloren. Niet zo slim dus. Dat was mijn speech over de veldtochten naar Rusland.